Zullen we gaan naar de autoherinnering? Ga jij maar naar de autoherinnering. Ja? Met het nieuwe bekertje van Lucien. Die zijn genummerd ook. Ik zal nog even de kaart erbij pakken. Beste Bas en Carlo, bij het uitblijven van een goede sponsor zie je dat trouwe luisteraars graag een bijdrage leveren aan jullie prachtige podcast. Veel spaas. Hey, maar wat moet zo'n Joachim Stok wel denken, joh? Die zit nu bij Arthur, ja, in de technische ruimte. Mm-hmm. En die zit het allemaal een beetje te bekijken en een beetje te beluisteren. Ja. Wat gaat er door zo'n man heen? Heb je enig idee? Hij is nog niet in slaap gevallen. Hij is nog wel wakker. Hij doet het nog. Ja, dat is wel prettig. Ja. Ja. Ik heb hier dus bekers. En die zijn ik wou de tijd vol praten, maar je viel stil toen ik het zei. Nee, maar ik ben nog aan het vertellen hoe het nummer 141. Ja? Ja. Ik heb hier 142 voor volgende week. Jij doet de autorinning voor. Oh ja, ja, ja. En 143, 144. En dan is het alweer op de sponsoring. Ja. Dus het was niet echt een enorme sponsordeal. We gaan nu nummer 141 pakken. En eerst de jingle. Starten. De autorenning van de week. Plopkapje eraf. Wat een muziekje, hè? Blijft goed, hè? Ja, en deze autorenning komt. En ze klinken goed door die bekers. Lucien? Top! Wat een topbekertje! Helemaal nieuw! Jeetje! Dit is echt een. Dus Venetië staat er. Het moet een heel duur bekertje zijn geweest. Ja. Van de Villa Manetti. Het nieuwe oud, zegt hij. Het heeft hij eraf afge. Geef eens hier de bekers. Laat even zien. Oh ja. Kijk maar. Oh ja, leuke oud-Hollands zelfbeelding. Oh nee, dit is Italiaans. Venetië. Ja. Mooi. Oké. Nou goed, ga je gang. Van wie is die? De autoherinnering komt van René Katerberg en gaat over de Peugeot 505 SR 2.0. Met het kenteken, onthouden we dit goed, FR68 GT. Het was midden jaren 80 en onze buurman had net een nieuwe Peugeot 505 gekocht. Groen metallic, populaire kleur in die tijd. Hij was er heel tevreden mee. Mijn ouders waren aan een andere auto toe. Een nieuwe zat er op dat moment niet in, dus gingen ze op zoek naar een gebruikte 505 en slaagden bij een dealer in een plaats 40 kilometer verderop. Alweer een bruine. Net als de laatste vier. Ondanks dat ze wel eens wat anders wilden, werd dit hem toch. De FR68 GT was een 505 SR 2.0 benzine sedan met voor ons de eerste keer een elektrisch schuifdak en elektrisch bedienbare ramen voor. Helaas voor mij. Het had een diep donkerbruine kleur met bruin dashboard en bruin beige tweedbekleding die zo lekker kriebelde aan je benen. Ja, dat klopt. Ja. De auto gleed statig over de weg, zoals Franse auto's dat zo goed kunnen. Het gaf je een gevoel van een beetje verheven te zijn boven je omgeving. Is dat een van de geheimen van de Fransen? Op een dag was mijn moeder weg geweest met de trein en mijn vader zou haar aan het eind van de dag ophalen van het station. Je kon bij ons nog eenvoudig voor het station wachten om iemand in te laten stappen. Bij aankomst stond de bruine Peugeot gelukkig al te wachten. Mijn moeder stapt in en daar zit een wildvreemde vent achter het stuur. Hij vertelt verbaasd dat hij op zijn vrouw staat te wachten om terug naar huis te gaan, een dorp 20 kilometer verderop. Even later komt mijn vader aanrijden en stopt direct achter deze auto. Wat bleek? Het was exact dezelfde kleur en uitvoering Peugeot 505 met als kenteken FR 69 GT. In plaats van 68. In plaats van, scheelde dus één nummertje. Ja. Of die auto's ook achter elkaar hebben gesteld op de productieband, weet ik niet. Want ze hebben geen chassisnummers uitgewisseld. Wat we wel weten, is dat beide heren totaal anders waren. Briljant. Mooi, hè? Ja. Dat je in de verkeerde auto instapt. Ja. Het is zo bekend. Ja, wat is bekend? Nou, dit verhaal ken ik. Je kent het verhaal. Nou, ja, heb je het ook wel eens gedaan? Nou, ik heb mijn vrouw niet zo lang geleden een keer in een straat naar een Jaguar zien toelopen. En het voet op het knopje staan druk. Hij gaat niet open. Nee, schat, dit is een andere. Ja. Mijne stond vier auto's verderop. Ja, maar in dit geval was het dus. Zelfde ding. In dit geval was het dus opeenvolgende kenteken. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel boeiend. Ja, maar dat is ook als je vrouw bij komt. Het is iets met FR en GT en zo. Die 505 was trouwens geen verkeerde auto. Nee. Ik had in mijn studententijd een 5.